Wij hebben in Schijndel gewoon een kunstcollectie om heel trots op te zijn en vooral ook goed voor te zorgen. En dat is wat we gaan doen in Meijerijstad. Wij komen met een raadsvoorstel 10 november voor onze gemeenteraad, waarbij wij hen vragen om een voorbereidingskrediet te geven. Het gaat om 145.000 euro en daarmee gaan wij een aantal opties heel serieus onderzoeken om daar de ontsluiting en opslag van de kunst veilig te stellen. Zeer nadrukkelijk in beeld is het Heestershuis. Een andere optie, en die heeft wat meer tijd nodig om te onderzoeken, is dit gebouw. En dan met name het oude deel van het gemeentehuis. En we sluiten ook op voorhand nog geen andere locaties uit. En die komen misschien gaandeweg het traject naar voren. Maar dat zijn de opties die in beeld zijn. En het belangrijkste op dit moment is eigenlijk dat we gewoon als drie colleges op één lijn zitten van ja, de kunstcollectie Schijndel. En daarbij betrekken we ook meteen kunstcollectie Veghels in Oederode en ook de heemkundekring uit de drie gemeenten. Die kunst moet tentoongesteld kunnen worden op plekken en op een fatsoenlijke, goede, geconditioneerde manier opgeslagen worden. En dat gaat geld kosten in Meijerijstad. Definitieve besluit erover zal aan de Raad van Meijerijstad voorgelegd worden. Maar het feit dat de drie colleges nu deze stap zetten en dat dus voorgelegd wordt aan de Raad in Schijndel, dat geeft veel vertrouwen dat gewoon geborgd is straks in Meijerijstad.